Ik zei, ik ben een panda. Lachen, man. Goedemorgen. Welkom bij vlog nummer 2 van onze vakantie. Oh, wat een feest. We kunnen nog steeds nergens heen. We zijn nog steeds niet in Amerika. En de deuren zijn nog steeds wit. Mocht je denken, waar heb je het over? Bekijk mijn vorige vlog, want daar hebben we alles in huis geschilderd en zo. En deze week gaan we er denk ik vrolijk mee verder. Althans, iemand komt helpen klussen. Heb je enig idee wat we verder nog gaan doen, Thijs? Nee, jij wel dan. Nee, ik ook niet. Dus veel kijkplezier met onze tweede vakantieweek. Ik zit in de auto met mijn moeder en op veilige afstand. Goed zo. Want ik zit al een paar dagen. Ik word me gek, Ik word me gek, nee. Ik ga een kast halen voor bij Thijs. Die wil een kast. En mijn moeder wil plantjes bij de intratuin en Rianne die had dus hondenvoer nodig. Dus toen dachten we, hoppa, heel het pakket zo. Alleen we moeten eventjes netjes per huishouden naar binnen. Nou, plantenjacht, moeders. Plantenjacht. Ja. Rianne gaat als hondenvoerjacht. We zijn bij de vissen. Hey, ze zijn weg. Oh, ze zijn hier. Tada. Ik wil die. En ik heb nu net naar Thijs gestuurd en ik krijg allemaal lachpoppetjes, zie ik. Dat gaat hem dus niet worden, maar hij is echt vet leuk. Nou, je hebt in ieder geval al plantjes, zie ik. Ja, goed, ja, en dit is dus nu leeg. Dit is dan wel weer eng. Kijk nou, dit is echt een mok voor mij. Dit is een nagellakje. Ik zit echt veel te lang binnen, jongens. Echt. Zet je hem er even in? Oké, wij zijn bij de Riverdale. Mama komt zo op met haar car, denk ik. Oh, die klokken. Oh, dit is echt niet goed dit. Even laten zien wat we allemaal hebben. Alles van iedereen ligt door elkaar. En mijn trots staat hier. Ik heb een plant voor in een plantenbak. Kijk, hij is zo lief. En dat is deze kaart van ons? Van jullie? Ja, er staat één mokje. Er staat één lege. Doe daar maar in. Kijk hoe leuk die is. Ik weet dat dit niet meer in de vlog mocht van jou, dat jij dus aan het koken bent, maar hij doet het weer. Mensen, ik kook ook. Even voor de duidelijkheid, ik kook hier ook in huis, maar ja, ik was nu wat later thuis, dus ja. Nou doet hij het. En dit heb ik nou allemaal gekocht trouwens. Kaarsjes, yoghurtschaaltjes, theezakdingetjes, gebaksbotjes, plantje en de boeddha. Dankjewel. Thijs heeft een fruitbak gemaakt voor mij. Ik weet niet of ik het allemaal opkrijg. Hoeveel heb jij dan? Ook zoveel. Goedemorgen. Mevrouw zit in de auto. Want ik ga even naar school. Ja. Het is maandagochtend en ik heb even met een collega afgesproken uit mijn school in Doesburg om er even heen te gaan. Om wat door te bespreken. Want ik moet maandag na de vakantie 10 kinderen opvangen. Dus dat is hartstikke gezellig. En we willen de school een beetje versieren, dus ik heb ook vlaggetjes gekocht. Dus dat ga ik dadelijk allemaal gezellig ophangen. En een leuk bordje of zo met welkom terug kinderen. Dus dat gaan we even doen. Het is 8:55. Lekker bezig! Nou, dit hebben we leuk gedaan. En nu rijd ik weer terug naar huis. En we bij mijn ouders, want ik moest factuurtjes printen voor in mijn map. Dat ga ik nu doen. Die gaan weer in de map. Die gaan weer in de map. Yes, ik ben thuis. Nee, ja, ik ben bij Thijs. Maar zo ook mijn thuis. Bij mijn ouders is mijn thuis. Ik heb het toch maar luxe, hè. En we hebben net kastjes anders ingedeeld. Nou staan mijn gebaksbordjes die ik heb gekocht er. Piepje gaat. En mijn nieuwe kommetjes voor mijn yoghurt. Vet leuk. En we zijn kippie aan het opwarmen, want het is al etenstijd. Kijk eens hoe mooi ik heb de vloer gedwaald op deze dinsdag. En toen had ik koffie verdiend. Ik heb motormuis. Wat heb jij? Big Boss. Big Boss, klopt niet. We
even pauze van mijn blog. En ik heb dit als gezond en jij hebt... Zeg maar vlog takeover, Thijs! Ja, want ik ben aan het rijden, ik moet goed letten. Lekker de open dak hier, mijn haren. Ja, lekker hè? Heerlijk. Thijs, vertel maar, waar gaan we heen? We gaan naar de woonmoeder, maar mumbrezen zoeken, mijn kamertje en misschien nog een kledingkast voor jou kijken. Ik zit al over de 100. Maar nou denkt iedereen, hoe kan dat nou in die kleine Peugeot? We gaan de auto van mijn ouders ophalen, want dat past niet hierin. En jouw auto zit vol met afval. Dat is misschien wel handig om te melden. Daarom kunnen we die van jou niet pakken. Ja, klopt. Dus. Ja. Er staat in de binnenstad. We zijn bij papa mama. Dat sommige. Doe maar aanwijzen. Welke vind je mooi? Die vind je mooi. Die is ook mooi. Was die Thijs, deze? Ik vind deze mooi. Kijk. En mijn plafond is 260. Wordt... Oeh, jee. Hoppa. Kijk eens, topkastje dit. Dan wil ik ook zo'n ladedingetje. Alleen één kant wordt dan een spiegel, hè? Dat wordt deze. Dat vind ik mooi. Joppa! En dan kun je hier alles hangen. Helemaal top. Om even aan Thijs te bewijzen dat hij niet altijd kookt in huis, wil ik even laten zien dat ik het dus nu doe. Alleen hij komt er alleen nu even bij, want hij bedacht zijn eigen dat hij bij de broccoli een sausje wilde. Hebben we voor mijn blog bezig? Het is iets voor 7:30 en Thijs heeft net boodschappen gedaan, maar wat ben je vergeten? Een emballagebon. Dat is geen emballagebon, maar dat maakt niet uit. Ja. Kijk, want wij hebben nu het geniale idee, want morgen zijn mijn ouders zoveel jaar getrouwd. Maar ja, die mensen willen altijd uit eten op die dag, maar dat gaat dus nu niet. Dus wij gaan restaurantje spelen met ze. Wij gaan voor ze koken. Goedemorgen. Ik ga de menukaart maken. Hoe heet ons restaurant? Casa di Heavy. Job, welke moeten we doen? Oh, die kan ik nooit. Die is moeilijk. Dan moet je toch een foto klikken zo? Ja, met de A, ja. Dat is niet mijn ding. Ik ga filmen als ik dit doe. Kijk of dat lukt. Ook nog met links. Oh, dat wordt hem echt niet. Mijn reactievermogen is te... Eppa! Links bovenin ben ik. Lekker! Ik ben even verhuisd naar buiten. Zit achter mijn laptop. Thijs zit binnen achter zijn laptop. Voor ons man heb je een duo pack. Ja, maar dan heb je weer zo'n kabel met naar stroom lopen. Ja. Wat een gedoe. Lusjes man en vrouw is net weg en ze hebben eigenlijk niet zoveel gedaan. Ze hebben een planning gemaakt wanneer alles gebeurt. Nou, dus niet deze week. Maar goed, maakt niet uit. Wij zijn met voorbereidingen bezig voor het 26-jarig huwelijkdiner voor mijn ouders. Zo leuk, Thijs. Oh. Dat was de menukaart. Komt u verder. Oh, het is zo 1,5 meter. We hebben daar een plekje gevonden. Je moet eerst zeggen gefeliciteerd. Maar dat maakt niet uit. Wacht even. Ik was net Marielle aan de tel. Nou, dat is leuk, dat hè? Dat is leuk. Hé? Nou, voelen jullie je echt zoveel jaar getrouwd nou? Mm-hmm. En hoe is dat dan? Nou, niks anders dan... Dan als gisteren. Oh, nou eet smakelijk allemaal. Het is net als bij Hendrikse, hè, pa? Daar hebben we een beetje nagedaan. Toetje! Daar heb ik ook niks van gedaan. Nee? Zijn dan nog sneller thuis, zeker. Het begint met een opmerking dat bijna alles wat ik hierna ga zeggen onder de voorwaarden is dat het ook kan. Oh. We hebben voor geen meter. Weet je wel, helemaal geen grote hol, meer een rug met een gaatje. Goedemorgen op deze donderdag. Hij is al wat ouder. Ik heb een planning gemaakt voor school. Want als ik die maandag met de kleuters aan de gang moet ik wel weten wat ik ga doen. En nu gaan we koffie drinken. Ik ben... En we zitten weer lekker buiten. Dat is mooi weer. En het is iets van 1:15, dus we gaan maar eens even eten. Klaar met mijn blog, althans. Ik heb even 2 artikels ingepland voor volgende week. En nu ga ik toch een korte broek aantrekken en een tijdschriftje pakken. Drinken. Het schrift. En de zon verdwijnt langzaam. Just dance! Doep.
panda. Ik zei, ik ben een panda. Lachen, man. En we koken de restjes van het restaurant van gisteren. Alleen die eet ik niet helemaal zelf op. Daar krijgt Thijs een deel van. We zijn in de action. En we hebben een heel leuk tafelhoudertje en een dartbord. Dat gaan we in de garage doen. Oh, een lichtbed. Dat is ook chill. Kijk nou. Lol. En... Rianne is hier. Hallo. Ja, ik stop zo op mijn laptopje hoor. Maar ik moest even nog wat doen. Rianne en ik zijn bij die grenzen. Ja. Ik weet niet. Zou het lekker zijn? Het ziet er wel goed uit zo. Ja, ik krijg dorst van hè. Van dingen halen. En we hebben ook een spelletje gehaald. Althans ik. En zit ze met de boeken op schoot. Is die lekker, de groene appel? Ja. Da, 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 da. Dit heb ik van Rianne gekregen. Heel lief. En dit heb ik net allemaal gehaald. En, dat zit nog in de tas. We hebben iets heel erg grappigs gehaald. Beerpong. Je kan het maar beter in huis hebben, denk ik dan maar zo. En dit heb jij allemaal. Van alles. Van alles. Boeken. Boeken. Milky Way. Shampoo, conditioner. Oh ja. Vrolijk maandverband. Oh, en ook deze deo met korting. Met korting. Met een fles drank. Ja, staat ze met een fles drank. Thijs is even naar Rabelink, naar zijn werk. Die ging iets kijken voor de vrachtwagen. En hij heeft mij en Rianne dus. Hoppa, lekker meid. Bij mijn moeder gedumpt. En wij gaan dit doen. We hebben dit namelijk gekocht bij de Action. Althans ik, Pierpong. En laten we dat eens even proberen met Hugo. Wat heb je nog meer, Hugo? 43. Lupier 43. Achterhoekse koffie. Iets. Moet ik ze even vol doen? Nee, ja. Zet gewoon mijn fles in. Ah, ik wil ook. Waarom lukt dit niet? Het is een beetje jammer dat we de worp natuurlijk weer niet hebben. Ja, ik heb de liqueur 3 weer. Nee. Ik heb die achterhoekse liqueur. Even kijken of dit werkt met links. Nee, dat is helemaal niks. Goedemorgen mensen. Ik heb een pakketje binnen. We waren in ieder geval gisteravond laat thuis. En toen was dit in de container, wou ik zeggen. Brievenbus gekomen. Een natuurlijke deo. Peppermint en rozemarijn. Het is 11 uur en het is al warm. Op het dans op het balkon, dus ik heb me ingesmeerd. En ik zie dat Thijs mijn tweede pakje koffie klaar heeft. Dus die neem ik mee. En dan ga ik mijn laptop pakken. En dan gaan we daar zitten. We zijn aan het darten in de garage met het dartboard. Nou gooi ik denk heel slecht, zie. Ik had ze straks 75 in één keer. Ah, damn! Ja, dat is een beetje jammer dit. Ik presteer niet zo goed onder druk. En wie heeft er gewonnen? Deze bijt. Jouw bippertje. We hebben de tv aanstaan. We gaan zo eten. Kijk die bult. Ik weet niet wat ik heb. Het lijkt wel verbrand. Gaat vast snel over. Ziet er heel dom uit. Voor de rest ben ik ook een beetje rood.
En dan sluit ik bij deze onze vlog af van de vakantie, Thijs. Zwaai, zwaai. Heb je een leuke vakantie gehad? Zeker. Ik ook. Vandaag ben ik ergens heen gegaan. Nee, ja. Intratuin was je ook niet bij. Maar goed, maakt niet uit. Wat wil je nog tegen mijn kijkertjes zeggen wat ze moeten doen? Like, abonneer. En reageer. En reageer. Vet leuk. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Wij gaan eten en wij zwaaien. Doei!